eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met... Frank Slotta. Ah. Wat bedoel je? Ja, Frank Slotta. Het klinkt zeg maar, want je had net mijn naam gezien. Dus ik dacht, misschien doe je mijn volledige naam. Maar echt mijn entertainment branche. Moet ik zeggen Frank van de Slot? Nou, wat je wil. Of Frank. Oké, begin opnieuw. Frank. Leuk dat je er bent, Frank. Ja, hi. Wij gaan het zo hebben over je allereerste keren seks en drugs. Ja. Maar voordat we daar aan beginnen, ben ik benieuwd. Wie was jouw allereerste girl crush? Megan Fox. Dat was op die auto. Wat was niet het? Emily Transformers. Black. Nee, maar dat komt daarna pas toch. Maar is dat ook de eerste chick op wie je hebt afgetrokken? Ja, nee, dat is gewoon porno, denk ik. Maar werkt dat ook bij vrouwen zo? Dat je dan echt een hele knappe man ziet en dat je denkt van oeh, hier word ik echt heel erg opgewonden van, hier ga ik wat mee doen. Of is dat echt puur mannelijk iets? Nee, ik denk dat dat voor beide geldt. Ik heb dat ook wel eens gedaan hoor. Echt? Zeker. Ja, en dan in mijn fantasie bedenk ik dan allemaal verhalen en dingen. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo heel erg snel heb, denk ik. Nee, dat is niet erg, maar niks is raar, niks is gek. Alles mag, alles kan. Zo, mijn gemak niet zo. Ja, dat is belangrijk. Zullen we beginnen? Gaan. Frank van der Slot, beter bekend als Slotta, begon zijn carrière als competitief gamer. En was daarmee de eerste professionele e-sporter in de geschiedenis van Sparta Rotterdam. Inmiddels is hij een populaire YouTuber die niet vies is van een grapje en een drankje. Oké. De allereerste keer. Ecstasy. Ecstasy. Dat was Bloemendaal aan Zee. Bakermat. En ja, ik was nieuwsgierig, want mijn omgeving deed het. En toen dacht ik, ja, ik heb het nog niet gedaan, want ik was best wel binnen de lijntjes kleuren. Ik was iets van 19 en toen dacht ik, nou, ik ga het toch een keertje doen. En dat ging ook best wel goed, maar je wordt er zo euforisch van, dat ik op de avond ontmoette ik iemand. En daar dacht ik echt van, deze man is zo ontzettend lief. Ging ik voor mezelf het wijs maken dat ik dus met hem vaker wilde zijn, omdat ik dan vaker dat gevoel zou krijgen. Maar dat is natuurlijk alleen maar als je ecstasy op hebt. Maar uiteindelijk ben ik dus wel met hem op zomervakantie geweest en ik heb hem op die avond ontmoet dat ik dus ecstasy had gebruikt. Zijn we naar Mallorca geweest, ook 2 keer in totaal gezien, op zomervakantie, daarna nooit meer gezien. Heel, ja, heel raar verhaal eigenlijk. Denk je dat je ook matties was geworden met deze gast als je geen ecstasy had gebruikt? Nooit. Nee, maar weet je, je bent ook veel socialer en als je zelf heel erg gelukkig bent en iemand anders zit op datzelfde level, dat het eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt. Dan neem me even mee naar het moment dat je het innam. Ja. Was WC. Dat spannend? Nee, eigenlijk ben ik wel best wel makkelijk. Van pleurt er gewoon in, we zien het wel. En dan nam je een halfje of een kwartje? Kwartje. Ik weet niet precies hoeveel milligram dat was, want dat heb je weer variaties tussen 140, 240 volgens mij. Ja Frank, dat klopt. Niet elke ecstasypil bevat evenveel MDMA. Per pil kan het zelfs uiteenlopen van 20 milligram tot meer dan 250 milligram MDMA. Het is daarom heel belangrijk om je pil altijd te laten testen. Ervaren gebruikers geven aan dat 1 tot 1,5 milligram MDMA per kilogram lichaamsgewicht een fijne dosis is voor de hele avond. In mijn geval betekent dat dus een dosis van 60 tot 90 milligram MDMA. Reken maar uit. Het ging wel goed en ik heb wel een perfecte eerste keer gehad. Dus ik denk dat dat ook wel... Een perfecte eerste keer? Ja, want ja, het is op zijn eigen manier perfect natuurlijk. Want je kan het zeggen, dan is altijd wel wat beter en zo. Maar voor mijn doen, saxofoon... Zonnetje op je pan, vrienden om je heen. Je gaat op zomervakantie met iemand die je net 5 seconden... Ja, what can possibly go better? Bam, bam, bam. De allereerste keer. Seks. Camping Zuid-Frankrijk. Oeh. Ja. Ja, nou ja, dat is gewoon met de ouders vouwwagen. Nederlandse groep, lekker tafeltennissen, kampvuur, beetje drinken. Want toen mocht je nog drinken toen je 16 was. Ja. Ja, en dan ontmoet je iemand. En dan ga je samen in de tent. En dan ga je gewoon nog een beetje praten met elkaar. En dan gebeurt het. En dan weet je gewoon totaal niet wat je aan het doen bent. Oké, maar dan heel even terug. Want hoe heb jij deze dame mee naar je tent genomen? Met het idee van, we gaan seks hebben? Gewoon zo'n hengeltje. Maar eigenlijk, als jongen zijn, dan ben je gewoon heel smerig. En wil je gewoon uiteindelijk seks. Maar je bent nog maag. Dus je weet helemaal niet wat seks is. Mm-hmm. Maar je wil wel uiteindelijk het verhaal stoer doen tegen je vrienden. Van, ik heb wel seks gehad in Zuid-Frankrijk. Want dat is natuurlijk super stoer op die leeftijd. En dat was ook de reden waarom je seks wilde hebben? Dat was wel een van de redenen dat ik wel seks wilde hebben. Omdat het misschien ook wel stoer klonk, zeg maar. Ja, maar wist je wat je moest doen eigenlijk? Nee. Hoe begon het? Ik weet niet, ik heb het toch op een of andere manier een beetje verdrongen. Ja. Maar het kan niet best zijn. Maar je had wel voor het eerst in die tent bewegingen. Bewegingen, gevoelens ook. Het was heel intiem, was het. Merkte ik wel aan mezelf. Dacht van mezelf, volgens mij ben ik verliefd. Nou Frank, wat fijn voor je zeg. Je kan wel degelijk verliefde gevoelens voelen tijdens seks.
Door de intieme aanraking wordt het dopaminesysteem in je brein namelijk geactiveerd. En dat gebeurt ook tijdens verliefdheid. Maar hoe voelde je je toen het klaar was? Ik hoop dat ik geen pijn heb gehad of zo. Ja, ik weet het toch ook niet. Ja, ik weet het oprecht niet. Maar 16, 17 was ik volgens mij. En dan ja, je kan wel doen alsof je weet wat je aan het doen bent, maar dat weet je eigenlijk gewoon totaal niet. Eigenlijk zeg je dat je er niet zo'n big deal van wil maken die eerste keer. Is dat dat ook gewoon maar mag gebeuren? Dat hoeven we niet op een voetstuk te zetten die eerste keer. Ik denk dat dat wel een redelijke samenvatting is. En wat heb je dan geleerd van die eerste keer seks? Er bepaalde dingen zijn die ik dan niet zo goed kan. En dat je dan vanuit daar zegt... Maar wat voor dingen kon je dan niet zo goed? Nou, vingeren, beffen, de eerste keer voor een jongen om dan zeg maar dat echt goed te kunnen doen, dat echt heel lastig is. Maar kan jij dan wel een tip meegeven voor mensen die voor het eerst seks willen hebben? Gebruik humor. Het gaat mis. Het gaat niet perfect. Het gaat misschien een beetje pijn doen beide. Maar mensen, humor. Red je overal doorheen. Praat met elkaar. Door. Oeh. Ha. Je allereerste keer SOA. Welke SOA denk jij dat ik heb gehad? De allereerste keer? Herpes? Nee. Chlamydia? Ja. Ja, tuurlijk. I don't know. Zeker heb ik in het beginjaren best wel vaak onveilig seks. Gewoon, je hebt gewoon stappen en je gaat daarna ga je seks hebben. Dan heb je onveilig seks. En dan kan het wel eens een keer dat je een SOA hebt. Ja, maar nu doe je alsof dat al heel normaal is dat je onveilig seks hebt. Maar dat hoeft toch niet zo te zijn? Nee, zeker niet. Het is wel gebeurd, zeg maar. Ja. Jij was dus een beetje aan het rondscharrelen. Ja. Je gebruikte zelden een condoom. Toen op een gegeven moment kwam je erachter dat je chlamydia had. Hoe kwam je erachter? Kan jezelf sowieso. Kinders thuis, je kan jezelf 2 keer per jaar gratis laten testen. Tot en met je 25. Nou, dan maak je gewoon een uitje van met je vrienden. GGD, je doet het gewoon samen. Je plant ver van tevoren in. Je gaat er naartoe en trekt daarna gewoon een flesje wijn open. Ja, wat vond je het vervelend dat je chlamydia had? Nee, want het is in principe best wel normaal in mijn omgeving. Ja. En het is best wel goed te fixen, zeg maar. Ja, als je het op tijd door hebt. Precies. Wanneer je chlamydia hebt, krijg je van de dokter of de GGD-arts een antibiotica-kuur. Deze bestaat uit 2 pillen die je in 1 keer moet slikken. Er zit chlamydia in de anus, dan doe je er 1 week lang over. En het is heel belangrijk om chlamydia op tijd te laten behandelen, want het kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid. Heb je dus onveilig seks gehad en vertrouw je het niet helemaal, laat je altijd testen. Er zijn mensen die gewoon 1 jaar lang met chlamydia rondlopen. Maar dan besmet je toch iedereen met wie je seks hebt gehad? Ja, en soms voel je geen klachten. Bij chlamydia, vrouwen... Nee, bij mannen is dat echt helemaal niks bijna. Nee, en bij vrouwen ook niet. Ja, en dan kan je zelfs onvruchtbaar van worden als je te lang laat zitten. En voor welke SOA ben je het meest bang? Herpes. Holy fuck. Dat is heftig. Oké, dus herpes wil je sowieso niet. Chlamydia was oké. Ja, dat is pilletje. Laat we eerlijk zijn. Ja. Pilletje, kom op. Heb je ooit een SOA gehad? Nee. Heb je wel eens laten testen? Ja. En je bent niet zwanger geraakt? Mm-hmm. Ik weet niet wat jij doet, maar je moet toch even dan iets van je strategie delen. Want dat doe je aardig, denk ik. Ja, jij lijkt me niet een meisje die zeg maar op 2 handen te tellen is, zeg maar. Nou, jawel. Echt? Ik denk op 1. Echt? Ja. Bedpartners? Ja. Maar jij lijkt me wel echt een meisje die gewoon echt... weer een feest, kom maar. Nee, totaal niet. Nee? Nee. Oh. Ik ben zo getraumatiseerd door mijn eerste keer, omdat die jongen alleen maar aan het lachen was. Dat ik daarna geen seks meer durfde. Altijd lachen. Zie je helemaal te... Eindig je niet bij Emma Horteboer. Oké, Frank. Dankjewel. Tot zover Frank Slotta. We zijn nu aan het Slotta gekomen van deze aflevering. Jullie waren benieuwd naar mijn allereerste keer 3MMC. Surprise, surprise. Ik heb het nog nooit gebruikt. Ik heb geen flauw idee hoe het voelt. Ben er ook oprecht niet echt benieuwd naar. Ik hoorde dat het een mix is tussen MDMA en cocaïne. Nou, die heb ik allebei los van elkaar geprobeerd. En ik voel niet echt de behoefte om die 2 te mixen. Maar wat niet is, kan nog komen. Wie weet. Misschien heb ik het volgend seizoen wel geprobeerd en vertel ik jullie in geuren en kleuren erover. Want ja, dit was hem alweer. De laatste aflevering van het eerste seizoen van Emma's eerste keer. We hebben gelachen, we hebben gehuild, we hebben genoten. Misschien ook niet, maar ik zeg dat altijd voor de vorm. Anyway, misschien zie ik jullie volgend seizoen. En vergeet in de tussentijd niet te liken en te subscriben. Wat wil ik nog meer zeggen? Doe het veilig. Bye.